Ja, dan hebben we cassia. Deze. Oeh. Het is ook wel een hele toffe olie, maar wel met enige zorg te gebruiken. Want het is een hele pittige olie. En de cinnamaldehyde die erin zit, maakt het eigenlijk een olie waardoor ik hem niet altijd aanbeveel voor massage. Maar ik beveel hem wel aan voor het gebruik in chocolademelk onder andere. En dan gewoon weer lekker of met je tandenstoker, houd de tandenstoker in het flesje, laat je even voor zuigen, die roer je dan door je chocomelk of door je koffieschuim, heb je een lekkere pittige smaak. Of pak zo'n 1 ml flesje en doe een druppeltje daarvan. Daarvan komt 1/8 druppel uit, dus dan kan je het echt wel wat beter doseren, want je wilt niet uitschieten met de cassia. Ja, in cakes is die lekker, in koekjes is die lekker. Je kan hem dus echt in heerlijke sausen ook gebruiken. Dus alles wat een beetje India's is of Indisch, is die heel erg lekker om ook in te doen. Ja, hoe heet het? Suikerglazuur voor over de kerstkoekjes die we gaan bakken. Is die heerlijk. Ik vind hem, voor smaak vind ik hem eigenlijk nog wat fijner. Je hebt wat veel minder nodig natuurlijk dan de kaneel. En ja, het is eigenlijk echt een oliestap bij ons in de keuken. Ik gebruik hem heel graag voor chai-thee. Maak dan mijn eigen oliemengsel voor chai-thee. Daar gebruik ik hem. En je ziet, hij is gesourced in China, Vietnam. Het is zeg maar, ook weer de baarst. Zelfde familie als cinnamon. Daarom ruiken ze ook een beetje, lijkt erg op elkaar. Maar het is toch wel een ander soort boom of ander soort plant dan dat. Maar ze horen wel allemaal in dezelfde familie. Het is onwijs ondersteunend voor het gezonde immuunsysteem. En dan dus ook echt een topolie om in deze maanden te gebruiken. Ik gebruik hem als ik hem intern gebruik voor dit. Graag in combinatie met de oreganoolie en met de frankincense. En dan doe ik dat dus in een capsule. In zo'n veggie cap. En dan doe ik 2 druppels zelfs. Neem het dan wel met een slokje amandelmelk of iets wat een beetje emulgeert dus ook als ik die capsule dan doorslik. Maar dat is zo'n beetje mijn ding als ik voel, hey, ik wil mijn immuunsysteem echt fijn ondersteunen in de gezondheid. Ja, dan zie je er ook nog een aantal oliën bij waarmee je hem heel goed kan combineren in de diffuser. Dus de On Guard natuurlijk, waar ook al de cinnamon in zit. Grapefruit, kloof, Siberian fir en de Digest Sen. En die laatste twee zul je misschien niet zo snel verwachten, maar ga die zeker ook uitproberen. Het is Zeker. echt wel een voordelige olie ook om te kopen. Het is echt een van de beter betaalbare. Met stoomdestillatie gemaakt, dus uit die krullen van de bast. En ze hebben er toch best wel weer wat van nodig om dan toch een flesje te maken van 15 milliliter. Dat vind ik altijd wel interessant. Hoeveel natuurlijk product er toch nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Ja. En ik ga gerust eens zoeken ook op internet. Hè. Wij kunnen daar niet te veel over zeggen. Maar je ziet al dat er echt ook wel veel studies zijn gedaan naar cassia. Dus ga gerust eens op onderzoek uit om te kijken wat je kunt vinden hierover. Erg interessant, ja. En denk erom, doe hem in de diffuser. Je hebt ik doe zelden meer dan 1 of 2 druppels. En ga dan niet boven de stoom van de diffuser staan. Want als je cassia verbindt met water, en dat is natuurlijk dan ook water wat dan komt, en je krijgt het op je huid, dan wordt het nog sneller opgenomen door je huid. En dat kan enorm branden. Gebeurt het alsnog, dan heb je gefractioneerde kokosolie om dan even in te wrijven. Dus ik adviseer hem inderdaad ook niet voor dingen op de huid. Ja, en ik weet niet, heb jij Vivian al in beeld gebracht? Even voor de zekerheid. Oh, Ik dat zit is jij. Vivian gebruikt hem heel graag in de diffuser met Wild Orange. Heerlijk.